Ik ben nu in Granada, vandaag in de shuttle gestapt, 2 uurtjes onderweg gegaan. En ben ik in een totaal ander stadje aangekomen. Het is kleurige huizen, het is kleinschalig, het is ook heel erg toeristisch, heb ik begrepen. Nou ja, dat zag ik wel toen ik er zo in de shuttle doorheen reed. En ik neem jullie even mee op een rondje. Ja, dit is echt de toeristische straat van Granada. Het is ook de straat waarin ik zit bij een hostel. Alleen helemaal aan het eind, vlakbij het meer. En daar is het al wat minder café-achtig en restaurant-achtig. Het is een ongelooflijk groot verschil met Managua. Daar vond je gewoon niet van dit soort toch op toeristen gerichte straatjes. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel relaxed. Ik denk dat ik hier vanavond wel de deur uit durf om even te gaan eten. In Managua ben ik gewoon s'avonds niet meer weg geweest. Want dat zou ik gewoon niet zitten. Ik vond het te eng. Nou, ik ben bij de Spaanse school van Carla. Nombre escuela. El nombre de la escuela es Nicaragua Mía Spanish School. Ja, en we hebben net afgesproken dat ik bij haar een cursus Spaans ga doen. In plaats van 4 uur neem ik 3 uur per dag voor de komende 5 dagen. Nou, dit is de school waar ik voor heb gekozen. En eigenlijk, als je kijkt naar de inrichting, het is een beetje donker misschien, dan is dit niet het meest geavanceerde mooie klaslokaal met palmen en weet ik veel wat nog meer. Ja, die heb ik ook gezien hier, maar ja, eigenlijk zit je dan wel heel erg leuk, maar ik vond het gewoon niet zo echt. En het voordeel van deze school is dat ze ook op gratis onderwijs verzorgen voor arme mensen in Nicaragua. En dat vind ik eigenlijk wel een heel goede doelstelling. Dus ik dacht, ja, weet je, dan maar niet onder de palmen. Ik ga gewoon daar naartoe.